weer de deur. En dan door de deur heen. Ik denk dat we het niet De campagnecommissie kwam met het goede idee om zelf eens te ervaren hoe dit is. Het is lastig natuurlijk als je van mensen hoort die in een rolstoel of scootmobiel zitten, hoe zij zich moeten voortbewegen door de openbare ruimte. En vandaar eigenlijk het idee om het zelf eens te proberen. En dan voel je inderdaad wel wat het is. Dat elk hobbeltje wat voor ons klein is. In praktijk echt, dat voel je nu 3 keer zo goed. Dus dat is opletten geblazen. Nee. Oh? Oh, ik weet aan de andere kant bij de deur. Dit is nog een mooi. Aan de andere kant. Op zich gaat het heel goed, maar we waren net bij een bruggetje. En dan merkte ik wel, als ik in mijn eentje was, had ik het niet gered. En dan denk ik nog wel enigszins vitaal te zijn. Dus echt voor mensen met een beperking is dat eigenlijk niet te doen. Gelukkig had er iemand die hem bijstond. Ja, ik heb gelukkig een hele goede hulp. Leen de Karreman, VVD. We helpen elkaar graag, dus op zich. Ja, ik ben blij dat hij er is. Maar in je eentje is het toch wel lastig om hier overal... Ik vond het wel heel eng op een gegeven moment. Moest daar dat bruggetje over? En dat in mijn eentje ging nog echt achteruit. Twee passeren. Ja, dat kan, hè? Ik moet zeggen dat. Ik ben blij dat het niet mijn dagelijks leven is. En het toeven van een rolstoel. Het is een goede ervaring om. Ik ga heel te achteraan. Te voorkomen dat ik winkel. Geweldig! Nee, het is inderdaad. Je merkt dat het best wel spannend is om mee te rijden. Met al die schuine randjes en schuine stoepjes en de wegen die schuin aflopen. Dit is voor mij de eerste ervaring met een scootmobiel. Ik ben veel vervoersmiddelen gewend. Maar, niet de eerste? Ik denk dat in Moordrecht elke dag een uitdaging is voor mensen die er gebruik van moeten maken. Oké. Jesje breken. En de afhankelijkheid. Jongens, kijk
Gewoon daar hoor. Nee, ik ben niet te bekwaam. Nee? Ja, dat is niet. Oho! Mag dit niet?